Dit programma wordt je aangeboden door de Kamer van Koophandel Brabant. Artex is opgericht in 1947. De naam is afgeleid van Aarle Rikstel Textiel en is sinds 1990 onderdeel van Hunter Douglas Europe, wereldmarktleider in raambekledingsproducten en een belangrijke fabrikant van architectuurproducten. Met rond de 180 werknemers produceert Artex gordijn- en meubelstoffen die worden uitgebracht onder 4 verschillende bekende merknamen. Daarnaast vormt Artex binnen Hunter Douglas een expertisecentrum op het gebied van stofveredeling en wordt er materiaal geproduceerd voor de collecties van enkele bekende grote merken, waaronder Luxaflex. Denk hierbij aan rolgordijnen, lamellen, vouwgordijnen en plissé-gordijnen. Wij volgen in deze aflevering de productie van een stof met een Ausbrenner-techniek en we zien wat ze bij Artex van deze stof maken. Het design en de keuze van kleur, stof en techniek gebeurt op de ontwerpafdeling. Hier in de weverij wordt gewerkt aan het basismateriaal. De stof die voor deze productie gebruikt wordt bestaat uit polyester en katoen. Na het weven wordt het doek gewassen om onreinheden te verwijderen. De stof moet nu voorzien worden van het juiste design. Via een volautomatisch doseersysteem worden de kleuren aangemaakt in de verfkeuken. Dit is de drukmachine. De schablonen worden op volgorde van donker naar licht over de lengte van de machine ingelegd. Iedere rol bevat een onderdeel van het design en voor deze stof zijn dat 3 schablonen. 1 voor de cirkels en 2 met vlakken. Het schabloon heeft de vorm van een holle rol die in de machine ronddraait. En op de plaatsen waar het design moet komen zitten door een laser ingebrande gaatjes waardoor de verf naar buiten kan worden gedrukt. Bij ieder schabloon wordt een andere kleurpasta ingepompt. Naast kleur wordt er op het schabloon met cirkels een speciale chemische substantie aangebracht. Deze substantie zorgt ervoor dat straks bij het wassen van de stof de katoen op de plaats van het patroon is verwijderd. Hierdoor wordt de stof transparant. Deze techniek wordt ook wel burn-out of Ausbrenner-techniek genoemd. Het doek wordt nu gedroogd en kreukvrij opgerold. In de wasmachine worden de chemicaliën die voor de Ausbrenner-techniek zijn gebruikt uitgespoeld. De stof is nu precies op het patroon transparant. Hier wordt de stof gebakken. Ieder doek krijgt een speciale fixatie, zoals bijvoorbeeld krimpvrij maken, vlamvertragende of kreukherstellende eigenschappen. Het fixeren gebeurt in deze bakkasten. In het laboratorium vinden diverse metingen plaats om de kwaliteit van de stof te waarborgen. De stof is nu klaar om verwerkt te worden. Hier worden de stoffen conform de wens van de klant op maat gesneden. En wij willen graag dat er van onze stof ook een plissé wordt gemaakt. Deze machine kan tot wel 2,40 meter breed materiaal plisseren in plooihoogtes tussen de 10 en 50 mm. En zie hier, onze gordijnstof met bijpassende plissé. Alweer zo'n mooi product van Brabantse bodem.